Het ministerie van Defensie heeft vandaag 50 militairen gedecoreerd voor hun bewezen diensten aan de Republiek Suriname. De bevelhebber van het Nationaal Leger, Werner Kiwasen, zegt dat het te begrijpen is dat het niet makkelijk was om de Surinaamse samenleving te dienen. Desondanks hebben de manschappen ervoor gekozen om trouw te blijven werken voor de organisatie, zowel in ideale als primitieve omstandigheden. Kiwasen zegt dat deze manschappen hun leven vaak op het spel hebben gezet, wat hen maakt tot rolmodellen voor jongeren die ook zullen moeten werken aan de opbouw van ons land. Ik ben mij er terdege van bewust dat het anno 2023 geen eenvoudige opgave is om, zoals u steeds hebt gedaan, stevig in uw schoenen te staan. Hoewel Suriname tot nu toe het veiligste land in de regio is, zijn er nog steeds gevaren, uitdagingen, verleidingen en dreigingen. We worden heel vaak slecht in het nieuws gebracht wanneer Surinamers betrokken zijn bij drugsvangsten in Europa. We worden helaas ook opgeschrikt door berovingen in de goudvelden, waar goudvelden en elders in ons land waar anderen van het leven worden beroofd. Het gebruik van kwik in de kleinschalige goudmijnbouw is ook een tikkende tijdbom. Ook zijn we steeds meer getuigen van rampen die door de natuur worden veroorzaakt. Met u en met uw voorbeeld als standvastige Surinamers gaan wij onze samenleving moeten blijven ondersteunen. Volgens de bevelhebber van het Nationaal Leger is de defensieorganisatie nog niet in staat de grote achterstand aan decoraties in te lopen. Hij vroeg daarom geduld en begrip aan zij die nog aan de beurt moeten komen. Defensieminister Krishnakumari Mathura heeft haar eer bewezen aan deze 50 militairen die jarenlang trouw zijn gebleven aan de defensieorganisatie en hun krachten onbaatzuchtig hebben gegeven aan land en volk. Deze groep van 50 militairen hebben minimaal 25 jaren lang hun land gediend. Sommige ervan 30 jaren en sommige ervan 35 jaren. Geduldig gewacht op deze zeer speciale dag en speciale erkenning. Erkenning waarop ze recht hebben en die ze verdienen voor hun buitengewone moed, toewijding en dienstbaarheid. Militair worden en blijven is niet aan een ieder gegund. Het zijn speciale mensen die deze roeping hebben en die inderdaad de militaire dienst toetreden tot de militaire dienst en hun land trouw blijven en blijven dienen. Minister Mathura erkent dat de groep militairen die een gouden medaille moet krijgen rond de 1100 is. De achterstand die terugloopt naar 2016 is in de afgelopen periode reeds gedeeltelijk ingelopen. Echter zijn er nog meer wachtenden.